Breda Nu. Je weet het meteen. We hebben een beroemde kunstenaar gevonden. Peter, jij weet de naam. Florentijn Hoopman, ja. En die is bekend van de grote badeend. Nou, dat vonden we hier niet zo'n goed idee. Maar hij heeft iets heel moois verzonnen, namelijk de Rode Muur. De Rode Mier. Een beetje een illustratie van, ik zou zeggen, de soldaten, de werkers. Wat ons verbindt met Garnizoenstad. Hè? De soldaten die hier ook gelegerd zijn, zou ik maar bijna zeggen. En het aardige is, er worden 800 mieren de komende tijd geplaatst in een soort van draaiend pad naar het Valkenberg toe, Valkenbergpark toe. Dus middels die mieren vind je onmiddellijk je weg als je zometeen als bezoeker aan de stad het station uitloopt. Nou, en ik vind het heel mooi om dat vandaag nog eens even te benadrukken dat we dit aan het doen zijn met zo'n mooi kunstwerk. 800 mieren door de eerste drie vandaag in de Willemstraat alvast te leggen. En dan die anderen gaan heel snel volgen, denk ik. Ja, hè? Ja. Gaan we doen. Ik ga gewoon op mijn knieën, hè, zoals een echt werker betaamt. Dat valt nog niet mee. Ja, nou, het enige die werkt dan. Het is een geweldige plaat, hè? Het lijkt zo makkelijk, hè? Het lijkt zo makkelijk, ja. Maar... Ja, hij is er. Dit kunstwerk is onderdeel van de herinrichting van de Willemstraat. Waarom is de Willemstraat zo belangrijk voor Breda? Ja, omdat het in feite de loper is, de groene loper is. Als je het station aankomt, via de Willemstraat, het Valkenbergpark, je historische stad inloopt. Dus het is een directe verbinding. En met name natuurlijk voor de wandelaars, maar zeker ook voor fietsers, is dit een belangrijke route. Ja, die mag je dus extra benadrukken. Het komt vol met mieren eigenlijk. Waar staan die mieren voor? Ja, het zijn 800 mieren. Ja, de kunstenaar heeft natuurlijk zijn eigen betekenis daaraan. Ik leg het dan maar uit. Die mieren zijn eigenlijk harde werkers. Hè, wat ook hoort bij de stad, de dynamiek die de stad heeft. Maar het zijn voor mij ook, zeg maar, de soldaten. Want Breda is natuurlijk van oudsher een garnizoenstad. Hè, met belangrijke kazerneterreinen nog steeds. Hè. Het kasteel van Breda is de militaire academie. Dus voor mij staat het ook een beetje dat die mieren ook symboliseren dat we een garnizoenstad betreden met een rijke historie. Wat vindt u van de tegels van het station naar het park? Ik vind ze gewoon een heel apart. En ik vind ze gewoon mooi. Denkt u dat het gaat helpen dat mensen eerder het park kunnen vinden? Nou, wat dat betreft, dat denk ik niet. Alleen maar, zeg maar, op een gegeven moment, de meeste mensen die komen van het station richting, en die lopen gewoon richting het centrum. Dan pakken ze meestal, zeg maar, de kortere weg. Dan komen ze natuurlijk altijd langs het park. En ik vind het gewoon mooi. Op zich wel leuk, maar het is niet echt nodig of zo. Ik bedoel, iedereen weet het park toch wel te vinden eigenlijk. Dus ja, dat is mijn mening. Wat is jouw mening? Ja, nou, ik vind het park ook wel, ja, best wel te vinden eigenlijk. Ik ben hier pas 2 keer geweest, maar ik vind, ja, het is wel grappig, maar daar blijft het bij. Het werd tijd dat hier eens een keer wat aan gedaan werd, ja. Het was hier allemaal verouderd en tegels die scheef lagen, wat er niet uitzag. Dus het is goed dat Breda nou eindelijk eens iets aan doet. En denkt u dat het gaat helpen? Want het is de bedoeling dat de mieren ons gaan leiden van het station naar de binnenstad, naar het park. Denkt u dat dat gaat werken? Nou, het afgelopen weken meegemaakt hebben dat mensen niet eens meer borden kunnen lezen. En niet eens meer naar verkeersregelaars luisteren. Ligt het, denk ik, aan de mensen die komen. Maar ik denk dat de omstandigheden, de mensen die hier wonen, ja, die snappen het wel. Het is wel een logisch idee. Heeft u ook het design gezien en zo ja, wat vindt u ervan? Ik heb wel foto's gezien en als het eruit komt te zien als foto's, dan zit ik heel erg goed. Dan zit ik in een mooie omgeving sinds kort.